Yo, what's up, guys? Van den en welkom terug. Yeah, I remember him. That's Trevor. I saw him walking down the street, so I tailed his ass. I follow him into this alley, and all these fireflies ambush me. They took me right to their hideout. Tomorrow morning. Were you scared? I thought this time she would actually shoot me. But instead, she just says, "What took you so long?" She was expecting me. And she just made you a firefly? Something like that. That whole almost killing me thing was a test. She wanted to know I was committed. Oh. Okay, ze zijn weer eventjes stil. Welkom dus terug bij The Last of Us Left Behind DLC Part 2, jongens. Rise up, fight Fedra. Oh, waar gaan we heen, joh? Dit is een pittige hideout hier. Maar ik moet sowieso even kijken of we misschien dingen kunnen oppakken. Dat is altijd handig. Kijk maar, zij rent gewoon voorbij dit. Maar wie weet wil ik hier nog wel kijken. Oké, het regent en het ziet er heel erg mooi uit. Ik vind het nog steeds ongelooflijk dat dit op de PS3 kan, jongens. Kun je nagaan wat Naughty Dog kan... En kan gaan produceren voor de PS4. En waar ze waarschijnlijk ook diehard mee bezig zijn. Vandaar dat deze DLC uitkomt. En er geen nog een DLC uitkomt. Maar ze gewoon in volle kracht werken aan een Uncharted 4 op PS4 bijvoorbeeld. En daar kan ik dan echt niet op wachten, jongens. Echt sick, hoor. Come on. Wow. Fucking nice level design, jongens. We're making good time. Who do you hang out with these days? I don't know. No one really. What about Tino and the rest of the guys? How are they doing? Riley, those are your friends. But you talk to them. Yeah, I guess. Okay, geen collectibles meer hier. We volgen Riley gewoon. Ik zal niet al te veel praten deze serie. Het is een beetje vergelijkbaar met de singleplayer natuurlijk. Ik ga er gewoon niet al te veel doorheen lullen, want soms heb je gewoon mijn commentaar niet eens nodig. Dan is de gameplay genoeg. Ik zal alleen mijn gedachten uitspreken, zo kan je het zien. Daar is trouwens een optioneel gesprek, daar we sowieso heen gaan. Er zijn vrij weinig collectibles op te pakken, zie ik. Minder als in de singleplayer. Have you found the light yet? Oh, har har. Oh, I'm sorry. I didn't mean to offend your people. So what? You buy into this whole thing now? All I know is that I'm not a soldier. Nou, loop door. Wasmachines. Alles ziet er zo oud uit en zo. Don't be a sheep. Wake up, Fedra sucks. Okay. Attention. We are pleased to report the zone has been free of cordyceps infection for 30 days. 30 days, my ass. People are getting infected all the time. They just do a good job of hiding it. You've run into more infected? As part of my initiation, they actually made me kill this. You know, let's talk about something else. All right. Het ziet er goed uit, jongens. Oh shit, hi! Twee meisjes op de vlucht gewoon. Man. Echt gestoord. Sorry. I'm a bit jumpy lately. Careful, it's wet. Hey, so maybe I should join the Fireflies. Ellie, that was the first thing I asked Marlene. She wants you safe at that stupid school. I'm not even supposed to come see you. Why does she care? She's worried I'll get you into trouble. Whatever. I can get into trouble just fine on my own.
Oh, I know. Je moet trouwens ook collectibles zoeken, hè? Dog tags, al dat soort dingen. En die zal je wel vinden als je gewoon verder kijkt dan je neus lang is natuurlijk. Maar om nou dit allemaal te gaan checken... Niet dat ik het niet leuk vind hoor, want jullie weten hoeveel ik daarvan hou. Maar het ziet er allemaal zo... moeilijk uit om hier iets te gaan vinden als het al zo gigantisch is. Kijk, want daarachter zou je bijvoorbeeld ook nog heen kunnen. Nou, we volgen Riley maar. Wat is dit? Oh, oké, dit is gewoon een stukje van het gebouw. Hey, hun level design, hè? Ik vind hun zo goed. Ook in een Charlotte. Het is zo goed. What? Is it a dinosaur? Maybe. I'll be your friend again if it's a dinosaur. He'll just have to wait and see. You'll just have to wait and see. Ik gok dat het dat carousel is uit die super vette trailer. Kijk waar je nog heen kan, joh. Hey, kijk. You still saving up for that vacation? Every penny. You? Every penny. Hey, what if we end up picking? Hello, surfing in LA? That's right. Surfing in LA. Come on. Let's keep going. Wat heb je daaraan? De hele wereld is zo goed als infected, dus wat de fuck heb je eraan om nu te gaan sparen voor een vakantie? Maar zie je dat je dat soort dingen dus gewoon moet bekijken, want anders had ik dit hele optionele gesprek niet gehad. Oké, er is hier niks aan de hand blijkbaar. Totaal geen gevaar in de buurt. Nou, ik ga nog even hierheen hoor, Riley. Wat was dit? Oh, oké, dat was de railing. Even dat ik iets zag glimmen. Oké, okay, laten we er volgen. Waarschijnlijk wordt ze helemaal gek van me. You heard? Yeah. Do you know how it happened? They said he just fell off his horse. Heart attack or something. Man. Well, how many people get to die of natural causes in this world? None that I know of. Exactly. So, let's see what he left us. Really? Ja, waarom ook niet, hè? What? Is this Winston? Man, guy used to be handsome. Bingo. Want some? Sure. Watch out, that's not beer. Please. Oh! Oh my god! Oh, here. It's disgusting. Told you. Cheers, Winston. Ooh. Strong. Dude, jullie zijn 12. Ga je even bezighouden met het leven of zo? Wat een optionele gesprek hier. Maar we gaan het gewoon weer doen. Dat is van zijn paard. What happened to Princess? I assumed after Winston died, they took her. Poor horse. She's probably out there terrified. Oh, inderdaad. Man. Hoe sneu. Gewoon een paardje alleen, hè, jongens. Tussen al die infected. Hoe sneu zou dat zijn? Als enigste gezonde dier. Het lijkt me echt kut. Oh ja, nogmaals, ik heb het in part 1 al gezegd. Mochten jullie rare geluiden op de achtergrond horen, is het feit dat het echt wel stormt buiten. Het is echt rot weer. Wat ligt hier? Niks. Het is echt rot weer buiten, dus af en toe hoor je mijn dak kraken. En ik weet niet of jullie dat ook terug horen in de part, maar mocht dat zo zijn, dan weten jullie in ieder geval wat het is.
Ik heb het gewoon echt het idee dat er straks een infected komt, joh. En alles verpest hier, want dan is er zenuwen. Hé, hey, het lijkt erop dat we daar straks heen gaan. Ellie, help me lift this. It always feels like we're gonna get crushed. It's fine. I'll go first. Whoa. You know what? How about we find another way? Yeah. Sounds good. En dat zal dit zijn natuurlijk. Hey Riley. You know what? I'll get you up and over. See if you can unlock it from the inside. Good call. Oh ja, lekker. Helemaal wasted van het slokje alcohol. Straks schiet ze allemaal infected dood. Hebben ze de meeste lol. Ah, lol. Well, infected. Oh, gaat ze weer fucken hoor. Riley? Afstand. Ik vind Riley niet leuk. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik haat haar. Wow! You dick! That's two times today! How the hell did we never find this place? Come on, I got the perfect mask for you. Riley... Perfect! Inderdaad, ik ben nu echt even Ellie die echt gewoon zucht en gek van haar wordt. What is that, like a wolfman or something? Put it on. So stupid. Yeah, bad ass. Now roar. Roar. Ellie, really? Fucking roar. Oh, kijk eens gaan! There she is! Now let's see what else this place has. Dude, shit is echt gestoord, maar zo leuk. Want dat zijn gewoon twee meisjes natuurlijk. We moeten niet vergeten hoe jong ze zijn. Dead panties. Lekker hoor. Het is best wel een awesome stijl hier. Ik werk nu bij een bedrijf, ik loop daar stage, het heet Witch World. En dat is precies in deze trollenstijl. En bijvoorbeeld, nou ja, trollenstijl. Ik zag deze heks, daarom moet ik eraan denken. Maar het is echt awesome daar. Ik hou wel een beetje van het stijltje. Ik kijk nog steeds gewoon goed rond. Ik wil natuurlijk collectibles oppakken en zo. Oh kijk, hier is weer een gesprek. People bought this stuff? I don't get it. Wat is zij irritant, zeg? Wow. That was stupid. Maar toch schrok ik. Kutwijf. Those masks are even cooler. Wow, dat klopt. Die zien er echt vet uit. What? Vampires are like my thing. I am Count Dracula. Actually, Countess. I am Countess Dracula. Yeah. Wat een ding hier allemaal. Ik zal eigenlijk niet weten wat je hier moet doen. Want kijk, zij ligt ook gewoon op de knieën. Ik denk dat we gewoon moeten rondkijken. Verder kijken naar hoe de game eruit ziet. Hoe het is vormgegeven en wat je hier allemaal kan doen. Want dat is het uitgebreid, zeg. True horror tales. Accounts of real monsters and spirits. The ruby slippers!
Toto, what will we do? Oh, man. Dit is wel echt leuk hoor, jongens. Goed gevonden dit. Ask Skellaseer a question and shake for your fortune. Okay. Are we gonna die today? Nothing. What a jip. You gotta turn it over, genius. Oh. Seems dreadfully unlikely. Ah! Whew! What a relief. Nog een keertje dan? Will I drive a car again? I feel it in my bones. Alright. Am I ever gonna get to play a video game? Zoals ik nu doe. Your chances are dismal. Aww. Fuck you. Krijg de tering. Geweldig. Am I ever getting boobs or what? The spirits are quiet. Ugh, wat een kut antwoord. Ja, inderdaad. Are we ever leaving this stupid quarantine zone? The answer is in limbo. So there's a chance. Inderdaad. Hoeveel vragen zijn er wel niet, joh? Are you a buttface? I am dead certain it is true. Well, that settles it then. Wat een vraag, hé. Hoeveel hebben ze wel niet? We hebben onze waterguns back. Water guns? Daar ben ik wel benieuwd naar. The spirit nods yes. Oh, okay. Ah, you hear that? Says we're getting our water guns back. Will Riley ever stop sucking at poker? I can hear you. The signs aren't clear. Up! Oh, there's still hope for you. I've given up on that. Wauw, dit waren gewoon alle vragen die eruit konden komen. En dat hebben we gewoon allemaal gedaan. Dat is wel cool. Hmm. Will Ellie ever be as funny as me? Oh, please. I'm like 10 times funnier than you. He said, not in this existence. Aw. Hey. Jammer voor je, Ellie. Skellaseer said it. Well, Skellaseer can suck my dick. Oké. Okay. Thanks, Ellie. You're welcome. Well, the Skeletor can suck my dick. Oké, okay, nou ja, dan weten we dat ook weer, hè. Hey, dat lijkt op een afvoerpijp waar wij doorheen gaan straks. Of moeten we gewoon eens naar de deur toe? Wow, awesome. I got an idea. Dit is van de trailer. See those cars down there? Yeah. Red one's yours, I'll be blue. We throw bricks. Whoever breaks all the windows to their car wins. Are you kidding me? I'm like the brickmaster. Right. Loser has to answer a question. No sarcasm. What is this, truth or truth? Alright, fool. You're on. Bullshit. Bam! Ah! Godver. Two down! Okay. How you do it? Come on. Oh, come on. Godver. Ik wil raken. Close. Ja, yeah. Nice. Bingo. Bullseye.
Boom. Nice. Yeah, you like that? Crash. I already did it, right? Last one. Yes! Brick fucking master! My car had tougher windows. Yeah, whatever, loser. All right, question time. I'm scared. Trofeetje. Ik wist het. Waarom ben je weggegaan? Waarom deed je zo fel? Heeft Marlene wel eens over mijn moeder gehad? Laat maar. Dit vind ik de belangrijkste vraag, denk ik. En daarna stop ik de poort, jongens. Why did you leave without telling me? I was in a weird space. Look, I didn't tell anyone. But I wasn't just anyone, was I? No, it's just... You gotta see this thing, and we're almost there. Come on. You didn't answer my question. En dat gaat ze niet doen ook, Ellie. Neem dat nou maar van mij aan. Ik weet het niet, maar ik vind Riley niet zo heel leuk. Nou, ik hoop dat jullie het tot nu toe leuk vonden. Het was een iets rustiger rapport, maar dat laat dus ook goed zien hoe deze game ook kan zijn. Hoe goed ze de emoties van twee super jonge meisjes weergeven in deze game. En hoe dat gaat en hoe onbevangen die ook zijn in zo'n situatie. Dat hoe erg het ook is, het ook gewoon zo kan zijn. You know how we thought they only powered certain areas of the city? Dus ik loop nog een klein stukje en dan eindigen we de port. En hoop ik dat jullie hebben genoten van part 2. En natuurlijk zo snel mogelijk weer intunen op part 3. Want ik hoop natuurlijk wel dat jullie gewoon mijn port zullen gaan volgen. En natuurlijk met heel veel plezier zullen kijken. Dus ik bedank jullie voor het kijken naar part 2. Ik ben er zo snel mogelijk weer met part 3. Dankjewel voor het kijken. Laat echt die like achter. En tot de volgende video, dudes later.